Het zwijgen. Dan gaan we nu kijken naar de BZB die optrad met fanfare Sint-Cecilia. Later dit jaar volgen er meer van dit soort samenwerkingen. Aanstaande zondag treden ze bijvoorbeeld op met Normaal in 013. Deze tenten die hebben al gewoon al sfeerhouder, zoals die staan. Ja, ik heb er al zin in. Het eerste idee is ontstaan tijdens het jubileumweekend. Ons 12,5-jarig jubileumweekend. Daar hadden we op zondag als verrassing voor de fans een pluchtoptreden ondersteund en uitgebreid met de Volkerse Harmonie. Ja, en niet alleen voor de fans. We wilden op die zondag echt een familiedag. Dorpsfeest. Ja. Echt dorpskarakter. Dus dan hadden ze iets van, ja, wat hoort er nou echt ook bij het dorp, ook zoals bij Volkel. Nou, ja. dan is het gewoon harmonie. Gezellig met de harmonie. Hè, leuk voor jong en oud gewoon. Ja. Dat was de opzet ook. Ja. Ja. Hier komt een geletwagen staan. Oh ja. En daar Frietkot, heel belangrijk. Voor de wet af. Ja. Dat is ook allemaal makkelijk gegaan met vergunningen en zo. Het is allemaal niet. Ik kom staan. Van de Wachters Brabant vrijdag. Met een repetitie. Vrijdagmiddag. Ja. Ja. Toen wij hem in elkaar afstemmen. Ja. Toen wij in Volkel voor de eerste keer hebben gedaan, hebben we echt 4, 5, 6 keer gerepeteerd gezamenlijk. Dat was toen ook. In principe was het ook wel nodig, maar het is nu allemaal wel beter voorgestructureerd en allemaal. Beter aangepakt natuurlijk, maar dat scheelt wel. Als je bij een harmonie of een fanfare zit, is het niet relaxed. Dat is rare muziek. Dat imago heeft het. Dat imago. Men zegt dan gauw van ja, als je bij een harmonie zit, is men de sukkel. Ik heb van mijn 9 tot mijn 15e en van mijn 20e tot mijn 28e bij de harmonie Volker gezeten. En sukkel. Als we de tijd voor zou hebben, dan zou ik er acuut weer bij gaan. Want dat is namelijk ontzettend vet muziek maken. Dat gaat wel goed. En dan is het weer een partijbeweging. Nou, daar gaat hij. Baila! 3, 4, 1. We'll be right back.
nieuwe spullen. Is dit nou een bijzonder spannend optreden voor jullie? Ja, dit is absoluut een bijzonder spannend optreden. Want het, normaal gesproken heb je best wel even tijd om iets voor te bereiden. Maar net als nou hebben we vandaag, ja, we gaan vandaag voor de eerste keer samen repeteren. En ik denk dat we een 2,5 uur hebben om tot elkaar toe te komen. En het is natuurlijk een heel verschil, een harmonie is een andere beleving als popmuziek. En die twee werelden moeten elkaar nu in die repetitie moeten die elkaar gaan treffen. En ja, dat is super spannend, want vanavond moet het al gebeuren. We hebben geen ontsnappingsclausule, dus het moet eigenlijk kloppen. Dus ja, super spannend. De bedoeling van deze repetitie is eigenlijk heel eenvoudig. We gaan eigenlijk zitten, we gaan de microfoons allemaal op zijn plek zetten en gewoon een paar nummers gaan spelen. Lekker spelen, laat die geluidsjongens zijn ding maar doen, maar gewoon lekker gaan spelen. Eigenlijk de eerste keer dat we nou gerepeteerd hebben. Ja, dan kun je wat timing dingetjes en zo, maar die kunnen we nou nog mooi bij elkaar zetten. Super klinken, goed orkest. Voelt het jou een beetje als thuiskomen? Stiekem wel, ja. Dit zou ik altijd willen doen. Dat is te gek. We hebben zoveel mannen op het podium. Een hoop blazers erbij. Ja, dat is... Het is mijn feestje, dan. Echt. Ja. Oh, wel eens van de mensen. Hij wilde ja, hier zit en dan beginnen ze hier die pam, pam, pam. Ja, maar dat doet hij wel. Nou reageert hij ook. Hij reageert nou gewoon op hun. Want toen begon al, toen keek je om van Willem straks. Met de bank zitten. Een stukje na handtekening. Ja. Ging goed, hè? Ja, maar toen hun begon nou gewoon, ben ik eigenlijk gewoon niet meegegaan. De vorige keer hadden we het omgedraaid, maar dat was goed zo. Ja. Ging goed, dus dan is het. Was goed voor met de loop. Ja. Ja. Dames en heren, en nu, Seitaart, de harmonie en fanfare, volledig in harmonie, met de band BZB. Zo, het ziet er meteen zo lekker gevuld uit op het podium, hè? Mooi, 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 mooi. Dames en heren, sinds Cecilia, zijn jullie er klaar voor? De duivel kwam naar voren. De duivel kwam in Volkelaan, vlak voor het nachtelijk uur. Zwevend hoog boven de weg op een tapijt van vuur. Hij kwam via de schoolstraat, zo op het Schakelplein. Waar hij helse klanken hoorde en riep, hier moeten we zijn. Hij stond op zijn voertuig af en liep het dorpshuis binnen. Waar de fanfare op het punt stond de repetitie te beginnen. Iedereen zat verstijfd en hield de ogen afgewend. En de duivel liep naar het plateautje van de dirigent. Hij en met vuur in zijn stem, die zei daar de beven. Onder de